Situaties waarbij bedrijvigheid in het Nieuw Koffiekampgebied door illegale goudzoekers wordt verhinderd, zal niet geaccepteerd worden door de autoriteiten. Justitieminister Kenneth Amoksi zei dit gisteren tijdens een persmoment na de vergadering van de regeringsraad. De bewindsman geeft aan dat machines en wapens ter plaatse in beslag zijn genomen. Er is verder gewerkt en dat heeft geresulteerd in het in beslag nemen van zwaar materieel en ook een beslagname van een pistool, vuurwapen met 17 scherpe patronen. Eigenlijk deze tendens moeten we gaan breken. Dat we zien dat mensen zaken willen afdwingen door pressie uit te oefenen op de regering, op de overheid. Amoksi benadrukt dat de onstuimige situatie die gisteren in Brokopondo is ontstaan niet meer mag voorkomen. Vanuit het ministerie van Justitie en Politie is aan de korpsen doorgegeven dat alle barricades zullen worden opgeruimd als zulke zaken zich weer voordoen. Dat is, daarover gaan we niet discussiëren. We kunnen niet een cultuur gaan kweken, introduceren. Dat met geweldsacties waarbij bijvoorbeeld de economische activiteiten worden onderbroken, dan wel diensten die geleverd moeten worden. De dagelijkse gang van zaken worden onderbroken door geweldsacties. Amoksi benadrukt verder dat er ook een aanpak zal komen wat betreft de veiligheid in het binnenland. De berovingen in het Malobi-gebied met name zullen worden aangepakt.